We hebben allemaal wel foto's van de mooie momenten in ons leven. Geboorte, vakanties, bruiloft. Daar komt de laatste jaren een moment bij. Het afscheid van het leven. Begrafenisondernemers zien steeds vaker dat een fotograaf de begrafenis of crematie vastlegt. Voor later. Daan Barendse aarzelde toen iemand voorstelde om de uitvaart van zijn vrouw Anneke te laten vastleggen door een fotograaf. Hij moest aan het idee wennen. Ik laat iemand toe tot de moeilijkste dag van mijn leven. Iemand die ik niet ken. Maar het paste eigenlijk wel bij haar, vond hij. Ze hield van muziek, lezen en fotografie. Meer mensen vragen een fotograaf een begrafenis vast te leggen. Cijfers ontbreken. Wat je wel ziet is dat er echt een toename is. Dat hoor je van alle kanten, dat merk ik zelf ook. En dat enerzijds gebruik van beeldmateriaal bij uitvaarten, dus foto's, filmpjes van de overledene. En anderzijds het vastleggen van dat moment. Al vroeg op de dag van de begrafenis kwam de fotograaf. En we hebben daar samen, denk ik, 10 minuten, een kwartiertje bij de kist geweest. En daar heeft ze de meest dierbare foto's voor mij gemaakt. En ik had het gevoel van, nou, ik vertrouw haar. En ik heb ze ook de hele ceremonie verder niet meer gezien. Een foto zoals deze was vroeger ondenkbaar. De dood wordt nu veel minder op afstand gehouden en wordt dus ook in beeld gebracht, zegt kunsthistoricus Guus Sluiter. Dat hoort gewoon bij de tijd waarin je leeft. En dan ga je dat ook niet zo filmen. Tegelijkertijd zie je wel dat als er een beroemdheid overleed, dat het dan wel gebeurde. Maar dat is dan misschien een categorie waar dat dan niet voor geldt. Dat de foto's er zijn, is voor Daan Barendse al een hele houvast. Je hebt wel zo'n momenten dat je verdrietig bent, maar het niet kan uiten. En dan helpt dat enorm. Dan kan ik mijn emotie even kwijt en dan is het goed.